Ik wens iedereen een gelukkig en vooral gezond 2022. Als gemeente hebben wij de beschikking over coronagelden. Deze zetten wij onder andere in om verenigingen en clubs een hart onder de riem te steken. Maar we willen ze ook inzetten voor activiteiten die nog wel mogelijk zijn binnen de huidige coronamaatregelen. Laten we kijken wat er samen nog allemaal mogelijk is. Ik sta hier op de markt van Eersel voor een interview met enkele vrijwilligers van de scouting van Eersel die een geweldige tocht hebben georganiseerd in deze zware coronatijden. Vanuit Scouting Eersel hebben we een superleuke nieuwjaarstocht georganiseerd voor alle leeftijden en voor inwoners vanuit Eersel en voor Eersel en omgeving. Een leuke tocht met opdrachten daarin en dan ga je eigenlijk op zoek naar de dader van de gestolen kerstcadeautjes. De tocht is geheel coronaproof, omdat je met je eigen huishouden hetzelfde tijdstip kunt kiezen waarop je hem gaat lopen. Er zijn geen kraampjes of posten waar vrijwilligers staan, dus je komt onderweg niemand tegen. Heb je nog tips voor andere clubs of verenigingen die zoiets overwegen in deze tijden van corona? Nou, onze tip voor een vereniging, hou het klein, maar hou onderling contact zodat je de energie in je vereniging houdt. Zowel voor de leden, maar ook voor de vrijwilligers. Zodat je ook na de coronaperiode, lockdown, weer met volle energie voor je leden kunt zijn. We zitten helaas nog in de coronatijd, dus we missen de verbondenheid en de gezelligheid in ons gezellige dorpje Duizel. Maar daar hebben we iets op gevonden. Dus we hebben een fotozoektocht georganiseerd door de Kom van Duizel. Op zoek naar foto's, letters zoeken, deze invullen op de flyer en die kunnen ze dan inleveren. Daar is een prijs mee te winnen en die zijn geschonken door de Duizelse ondernemers. Het is coronaproof. We hebben dit verspreid over een bredere periode, zodat je op elk moment kunt gaan lopen. Heb je in deze bizarre tijden nog tips en trucs voor anderen om iets te organiseren? Ja, we hebben natuurlijk met een aantal vrijwilligers gekeken waarom is het glas half vol en waarom is het glas niet half leeg. Hè? We moeten positief zijn, we moeten proberen om dingen te kunnen realiseren. En ik roep alle verenigingen op, hè, kijk wat je wel kunt doen. Hè? Als mensen naar buiten kunnen, in groepen, in gezinnen, blijf bij elkaar, maar doe het coronaproof. En kijk dan, wat is er nog te realiseren en wat is er te organiseren? Heb jij een goed voornemen met je dorp, club of vereniging? Dien je initiatief dan zo snel mogelijk in bij www.eersel.nl/goedevoornemens. Zo brengen we samen wat glans aan in het nieuwe jaar.